Het werken als verpleegkundige in de wijk vind ik het mooiste wat er is. De vrijheid, de afwisseling, het contact met de mensen, de band die ik met ze opbouw. Maar door alle administratieve en managementtaken had ik steeds minder plezier in mijn werk. Sinds kort maak ik als wijkverpleegkundige bij Cordaan onderdeel uit van het collectief. Wij zijn het collectief. Het wijkverpleegkundig collectief. Samen leveren wij zorg in de wijk in Amsterdam. In het collectief zitten fysio's, ergotherapeuten en verpleegkundigen, zoals ik. Als wijkverpleegkundige in het collectief ben ik verantwoordelijk voor de geleverde zorg door mijn team van zorgmedewerkers. Om me hierbij te helpen, volg ik bij Cordaan de opleiding vakinhoudelijk leiderschap. De teamcoördinator en planner nemen de verdere aansturing van me uit handen. Zo kan ik me volledig richten op mijn vak, zoals het vaststellen van indicaties, het maken van zorgplannen en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Doordat ik mijn eigen tijd indeel en niet werk volgens een rooster, voel ik me vrij. Vrij om mijn werk zo in te richten zoals dat voor mij het beste werkt. Als wijkverpleegkundige werk ik alleen, maar dankzij het collectief maak ik onderdeel uit van een team van vakgenoten die ik kan raadplegen wanneer ik daar behoefte aan heb. En dat voelt goed. Wij zijn het Wijkverpleegkundig Collectief van Amsterdam. Sluit jij je bij ons aan?